Stadsmagazine Geel. Jaargang 56, nummer 4 van mei 2023. 22 items in Stadsmagazine Geel van mei 2023. Op 1 hoort u daar de titel. Dit is de inhoudsopgave op 2. Op 3 zo meteen. In beeld. Sport de leunen. 4. Kort nieuws. 5. Ontmoet Nona G. Kayaker. 6. Hulpverlening. Gelenaars met Bifast naar Turkije. 7. Drie keer vragen aan Benny, chauffeur bij de minder mobiele centrale. 8. De dag. Zorgboerderij de pluimhoeve. 9. Vroeger en nu. Maart. 10. Subsidie, straat en wijkfeesten. 11 gaat over veiligheid, cybercriminaliteit, laat je niet vangen. Uit in geel dan vanaf 12, met op 13 getipt door Sarah, uitbaatster van Geos Bar. En 14 is de agenda. 15, vraag het aan, waarom maait stad Geel de Bermen niet? 16, een reeks contactgegevens met op 17, burgemeester en schepenen. 18 Stadhuis en Sociaalhuis. 19 korofon en 20 Blijf op de hoogte. 21 Hashtag Mijngeel en 22 Affiche Vlaams kampioenschap Tegelwippen. Stadsmagazine Geel wordt ingelezen in de studios van VZW Transcript, Stadsomvaart 7, 3500 Hasselt. Veel plezier met het mei-magazine van Stadsmagazine Geel. Sportziekte de Leunen. Ready, set, go! Sportziekte de Leunen is er helemaal klaar voor. Ze kreeg vijf nieuwe voetbalvelden, een sanitaire blok, een extra beachvolleybalveld, een ruiterpiste en een splinternieuw atletiekpark. Een loopheuvel met Powerhill maakt de Finse piste compleet. Sport er maar op los! Meer info via www.geel.be, schuine-sportsite-de-leunen. Kort, gratis workshops voor jonge ouders. Met het Wellbeing Project biedt het Huis van het Kind in samenwerking met Ziekenhuis Geel en verschillende vroedvrouwpraktijken gratis workshops aan voor toekomstige en jonge ouders. Prille ouders komen zo op een gezellige manier samen met een leerrijke twist. Je mag je onder andere verwachten aan yoga, babymassages en hypnobirthing. Maar je leert ook babygeluiden herkennen of je krijgt informatie over borstvoeding. Elke maand vinden er meerdere activiteiten plaats in Geel, Laakdal en Meerhout. De activiteiten, locaties en data vind je op de website www.huisvanhetkindgeellaaktalmeerhout.be schuine streep wel streepje being en wel schrijf je met twee ellen. Geel kreeg in 2007 voor het eerst het label van Fairtrade gemeente... En ze doet het nu nog beter met een score A. Dat betekent dat Geel zich volop engageert voor eerlijke handel en duurzaamheid. Ze promoot eerlijke producten en organiseert sensibiliserende activiteiten. Meer info op deze website www.geel.be/a-voor-fair-trade. Laat het gras maar groeien. Jij neemt dit jaar toch ook opnieuw deel aan de actie Maai mij niet. Laat je grasmaaier in de maand mei aan de kant staan. Laat het gras wat langer groeien en geef bloemen zo de kans om volop te bloeien. Dat levert tal van voordelen op voor de natuur. Het gras houdt langer vocht vast, wat de verdroging van de bodem tegengaat. En daarnaast zorg je de bloemen voor broodnodig eten voor bijen en andere nuttige insecten. Dat is dus een groot feest voor de biodiversiteit. Laat je gras gerust en schrijf je online in voor de actie Niet op www.maaimijniet.be Kind- en jeugdvriendelijk geel buitenspel. Tot en met 28 juni trekken de animatoren van de speelfabriek op woensdag telkens naar een ander deeldorp. Kom tussen twee en half vijf gratis meespelen met hun knotsgekke spelletjes, telkens in een ander thema. De precieze data en locaties lees je online. Op woensdag 30 augustus ben je tussen 1 en 5 welkom aan de Volmolen voor een supergezellige spelnamiddag tijdens het XXL Speelfeest. Meer info op www.geel.be-buitenspel. Nieuwe burenbemiddelaars. Ervaar je overlast van je buren en geraak je er samen niet uit, dan kan burenbemiddeling een oplossing zijn. Een burenbemiddelaar pakt het conflict aan door beide partijen weer met elkaar te laten praten. De focus ligt op samen zoeken naar een oplossing waarin beide buren zich kunnen vinden. Die gesprekken zijn vertrouwelijk, gratis en op vrijwillige basis. Politiezone Geel, Laagdal Meerhout, biedt al enkele jaren gratis burenbemiddeling aan. De zone heeft sinds dit jaar drie nieuwe burenbemiddelaars. En dat brengt het totaal op zeven. Burenbemiddelaars zijn geen politiemensen, maar vrijwilligers, die door de politiezone opgeleid zijn. Meer info via www.pzglm.be. Spelen en bijleren. Huis van het Kind nodigt op 24 mei gezinnen met kinderen tot 12 jaar uit in speeltuin Dennenoord in Laakdal. Naar aanleiding van Dag van het Gezin krijg je ook info rond opvoedingsondersteuning, toedoetjes voor thuis en er is een deelnemersprijs te winnen. Maak jij er ook een leuk en leerrijk gezinsuitstapje van? Meer info via www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be. Ateliers op maat. De twee Geelse academies geven jongeren en volwassenen de mogelijkheid om zich uit te drukken en te leren op eigen tempo. Het vertrekpunt is steeds het eigen talent, passend bij wat de leerling zelf graag doet. Kom jij ook je creatieve kant ontdekken? Bij de Academie voor Muziek, Woordkunst, Drama en Dans kies je voor Muziek of Toneel op Maat, specifiek voor leerlingen die niet terecht kunnen in de gewone lessen. De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten voorziet ateliers voor zowel jongeren als volwassenen met specifieke behoeften. Meer info vind je op deze twee websites amwd.geel.be en. Kunstacademie.geel.be Nieuw toestel Speelplein Leschot. In het voorjaar van 2022 luisterde de stad tijdens een inspraakmoment voor kinderen uit de buurt van Leschot, Sint-Dipna, naar hun wensen voor de herinrichting van het speelplein. Ze ging aan de slag met deze ideeën en wensen, met als resultaat een gloednieuw speeltoestel met veel klim- en klautermogelijkheden en een zeer gegeerde glijbaan. Kom jij ook mee spelen? www.geel.be/speeltoestel-lesgod. Vernieuwde seniorengids. De seniorengids is er weer. Senioren Kinderen van senioren en mantelzorgers vinden er een handig overzicht van mogelijkheden, voorzieningen, rechten en nog veel meer. Je hebt in een mum van tijd de juiste dienst of contactpersoon bij de hand. Raadpleeg de gids online of haal hem gratis af aan het onthaal van het Sociaal Huis en het Stadhuis. Dat kan ook in de lokale dienstencentra en in de BIEP. Meer info via www.geel.be schuine-publicaties. Nog meer kort nieuws samengevat in de Telex. De deskundige verslavingspreventie van dienstgelijke Kansen maakt een podcastreeks over verslaving. Met de reeks Verslaving in Verbinding wil hij mensen inspireren en dialoog op gang brengen over alcohol, drugs. Gokken en gamen. Meer info www.geel.be-verslaving. Nog niet iedereen die recht heeft op de jobbonus registreerde zijn rekeningnummer. Heb je daar hulp bij nodig of bij andere administratie, kom dan op maandagnamiddag langs tijdens koffie en papieren in het gelijkvloers. Meer info www.geel.be- Schuine streep registreren, streepje job, streepje bonus. Wist je dat je op de website van de stad precies kunt zien voor welke overheidsopdrachten je firma zich kandidaat kan stellen? Je leert er alle administratieve, contractuele en technische bepalingen die van belang zijn als je je kandidaat wil stellen. www.geel.be schuine streep. Bekendmakingen. En waar kun je als jongere chillen en rondhangen? Bij wie kun je terecht voor hulp als je moeilijkheden ervaart of als je nood hebt aan een babbel? Of zoek je liever online naar antwoorden op je vragen? Eén website, Klik erop. Die vind je via www.klikerop.be. Tot slot een overzicht van de werken: Werken met hinder. Een volledig overzicht van alle werken met hinder vind je op de stedelijke website. Op deze pagina vind je alle werken van externe firma's die hinder met zich meebrengen. www.geel.be-werken-met-hinder Belgiëlaan Honkersfem voor de weg- en rioleringswerken aan de Retische Weg plaatsen aannemer tot 31 mei meerdere pompstations op de kruispunten met Honkersven en België Er is geen doorgang voor alle verkeer. Voor honkersven is er een omleiding voorzien voor alle verkeer langs buitenblokken. Voor de België moet het verkeer omrijden langs Kievermond en Amerikalaan. 110 nieuwe bomen. De voorbije periode planten de medewerkers van de groendienst 110 nieuwe bomen aan. Daardoor krijgen Sportpark De Leunen en het nieuwe plein aan Sint-Dipna een groener uitzicht. Verder kwamen er ook nieuwe bomen in Drijhoek, Zammelseweg, Pastorijstraat, Duivenstraat, Groenhuis, Groenstraat en begraafplaats Eikenvelden. Ontmoet Nona, G-kajakker. Nona Gielis kajakt al sinds haar twaalfde. Ze neemt dit jaar deel aan de nationale en wereldspelen van de Special Olympics. Wij wonen dicht bij de vaart in Ten Aard en elk jaar ging ik naar de wedstrijd van de Geelse kajakvaarders kijken. Mijn zussen en broer kajakten toen ook. Het zag er heel leuk uit, dus wilde ik het zelf eens proberen. Je vaart alleen in een boot, maar toch ben je samen met anderen op het water. Dit jaar doe ik mee aan verschillende wedstrijden met als hoogtepunten de Nationale Spelen in Mechelen en de Wereldspelen in Berlijn. Ik kijk ook enorm uit naar de kajakwedstrijd in Geel op 3 juni. Hier kunnen atleten met en zonder beperking samen deelnemen. Ik stap dan samen met mijn zus in de kajak. Ik ben echt blij dat de Geelse kajakvaarders wilden starten met een G-werking. Er is best een groot aanbod voor G-sporters in Geel. Ik nam ook al twee keer deel aan de nationale Spelen met mijn G-voetbalploeg van KSAV Sint Dimpna. Het is leuk, omdat er altijd heel veel supporters van de club zijn die ons aanmoedigen. Meer info? Ontdek alle sportclubs met een G-werking op deze website www.geel.be/verenigingen door te filteren op G-sport. Hulpverlening. Gelenaars met B-Fast naar Turkije. Op 6 februari werden Turkije en Syrië opgeschrikt door twee zeer krachtige aardbevingen, waarbij tienduizenden mensen het leven lieten en bijna honderdduizend mensen gewond raakten. Drie Gelenaars, Leo Hazeldonks, Stefan van den Broek en Jeff Bone, vertrokken op 11 februari met B-Fast richting Turkije. Ze zetten ermee een veldhospitaal op poten. Stad Geel is bijzonder trots op het geleverde werk van deze Gelenaars. Leo, Stefan en Jeff vertellen over hun ervaringen in het rampgebied. Gemiddeld kwamen zo'n 200 Turken per dag over de vloer in ons veldhospitaal, vertelt Stefan. Patiënten kwamen vooral langs met snij- en schaafwonden en met gebroken ledematen, waar ze vaak al twee weken mee rondliepen. Uit angst voor naschokken leven veel Turken nu in kleine tenten met daarin heet water op een vuurtje, en daardoor zagen we ook veel brandwonden bij kinderen. Welke hulp heeft Bifast in Turkije geboden? Op 11 februari vlogen we in een legervliegtuig, chokvol hulpmateriaal, met onze knieën tegen de paletten, naar een Amerikaanse legerbasis in Turkije, vertelt Jeff. Daarna reden we naar een braakliggend terrein in de buurt van het ziekenhuis van Kirikaan, dat is in het zuiden van Turkije, op 12 kilometer van de Syrische grens. Dat ziekenhuis was wegens instortingsgevaar onbruikbaar. De eerste dagen hebben we met een veertigtal medewerkers, vooral vrijwilligers uit heel België, het veldhospitaal stap voor stap opgebouwd. We zetten slaaptenten voor het personeel op, een keuken, sanitair. Een apotheek, consultatieruimtes voor de verschillende artsen en overnachtingsmogelijkheden voor zo'n twintig patiënten. Daarna kwam ook het medisch personeel ter plaatse, gaat Leo verder. Er verbleven ongeveer 120 medewerkers in het hospitaal. De verschillende disciplines werkten goed samen: dokters, verpleging en logistieke mensen van de brandweer, civiele bescherming, Rode Kruis, Defensie en Volksgezondheid. Na vijf dagen konden we de eerste patiënten ontvangen. Na 16 dagen loste een nieuwe ploeg vrijwilligers ons af. Intussen heeft een Turkse medische ploeg de fakkel van de Belgen ter plaatse overgenomen. Welke taken hebben jullie uitgevoerd? In het begin helpt iedereen mee om het veldhospitaal op te zetten, vertelt Jeff. Pas daarna worden de taken verdeeld. Met een soort heftruck hielp ik om vrachtwagens met hulpmateriaal te lossen en tenten op de juiste locatie te brengen. Na de opbouw bleef ik met de heftruck het magazijnbeheer buiten doen en ook met gravel de bestrating op toegangswegen verbeteren. Aan het einde had ik het minder druk en sprong ik bij in de keuken met bijvoorbeeld de afwas. De eerste dagen stelde ik de waterzuiveringsinstallatie op voor het sanitair en de keuken van het veldhospitaal, zegt Stefan. Daarna heb ik in de triagepost gewerkt, waar beslist werd naar welke arts de patiënt werd gebracht. Na de opbouw heb ik in de keuken geholpen, zegt Leo. We waren goed uitgerust met kookvuren, een oven, een afwasmachine en na een tijdje ook een spoelbak. We maakten elke dag warm eten. Pasta, rijst, puree, groente, soep en vers brood. Hoe hebben jullie deze missie ervaren? Jeff zegt: De eerste dagen is het echt behelpen en leef en werk je in primitieve omstandigheden. We hebben ginder ook een zware naschok meegemaakt. Ik heb er veel nieuwe mensen leren kennen, van overal uit België. Dat je dit samen hebt beleefd, schept een band. We zijn een echte vriendengroep geworden. Dit was mijn eerste buitenlandse missie. Ik ben heel blij dat ik erbij was en ik vond het een toffe ervaring. Als ze ons morgen bellen, dan vertrekken we allemaal direct terug. De sfeer zat heel goed, vindt Leo. De mensen ter plaatse waardeerden onze hulp echt en ze waren erg dankbaar. Onze missie was een groot succes. We hebben veel mensen kunnen helpen en daar doe je het uiteindelijk voor. Het is voor ons een verlengstuk van onze voormalige of huidige job bij de brandweer, bij de civiele bescherming of als vrijwillig ambulancier. Als hulpverlener wil je graag hulp bieden aan anderen. Dat zit nu eenmaal in ons bloed. Wat heeft jullie het meest geraakt? Mensen kwamen lege kartonnen dozen en kapotte houten paletten bij ons halen, vertelt Jeff, om te verhuizen of voor extra warmte. Wat voor ons. Afval was, was voor hen nog waardevol. Een van de patiënten die Leo dan weer is bijgebleven, is een oude vrouw. Zij was als enige overlevende overgebleven van een familie van veertien mensen. Ze had dus niemand bij wie ze terecht kon na haar bezoek aan ons veldhospitaal. Tot slot, hoe kunnen gele naars hun steentje bijdragen? Je kunt nog steeds een donatie doen via 1212.be, zegt Leo. Ik heb zelf ook heel wat kleren achtergelaten, Ginder. Ik heb zelfs een beetje te enthousiast alles weggeschonken, want toen ik thuis kwam, ben ik meteen truien en broeken moeten gaan kopen. Mijn vrouw is directrice bij een school, besluit Jeff. Zij had verloren voorwerpen zoals mutsen, sjaals en handschoenen meegegeven. En dat werd wel gewaardeerd door de mensen. Meer info via www.1212.be. Drie maal vragen aan Benny, chauffeur bij de Minder Mobiele Centrale. Benny van Donink zorgt er al bijna twintig jaar voor dat minder mobiele personen veilig en wel op hun bestemming geraken. Wat is de Minder Mobiele Centrale? Minder mobiele personen die een beperkt inkomen en geen eigen vervoermiddel hebben, kunnen een beroep doen op vrijwilligers van de MMC. Zo vertelt Benny. Ze kunnen een rit aanvragen om bijvoorbeeld familie te bezoeken, boodschappen te doen of naar de dokter te gaan. Wij brengen ze heen en terug met onze eigen wagen. Hoe kwam je er als vrijwilliger terecht? Ik wou een deel van mijn vrije tijd nuttig besteden aan een goed project dat bij me past. Ik ben een sociaal persoon en ik ben graag onderweg met de auto. De perfecte match dus. Het vrijwilligerswerk geeft me ook voldoening en maakt me gelukkig. Wat maakt dit vrijwilligerswerk zo leuk? We hebben een fantastische groep van 25 vrijwilligers, die iedere eerste dinsdag van de maand samenkomen tijdens een koffiemoment om gezellig bij te praten. Jaarlijks doen we ook een teambuilding en een vrijwilligersfeest. En dan enkele cijfers. 237.123 kilometer gereden in 2022. 4619 ritten gemaakt in 2022. En de minder mobiele centrale telt 412 leden. Meer info via www.geel.be/schuine-streep/vervoer-streep-minder-streep-mobiele-streep-personen. De dag. Zorgboerderij De Pluimhoeve. Joachim Laremans van boerderij De Pluimhoeve groeide op met patiënten van het OPZ. Het was voor hem dan ook een kleine stap om zijn bedrijf om te vormen naar een zorgboerderij. Sinds 2009 schakelt hij kwetsbare mensen in die een zinvolle dagbesteding zoeken. Van 13 tot 21 mei is het de Week van de Korte Keten. Bij de pluimhoeve koop je kakelverse eieren rechtstreeks bij de boer. Joachim vertelt hoe hij tegelijkertijd ook zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor Arne en Gert. Elke ochtend om zes uur starten we met de controle van het voer en het water van onze 90.000 scharelkippen. Mijn zonen werken mee in het bedrijf samen met vier vaste medewerkers. 9 jaar geleden kreeg ik telefoon van Steunpunt Groene Zorg met de vraag of wij mensen wilden inschakelen die even een time-out nodig hebben of die een dagbesteding zoeken. Dat zag ik wel zitten. Intussen kreeg ik al enkele weken de hulp van jongeren van de Waiburg die even een andere omgeving nodig hebben. Sinds twee jaar is ook Arne twee dagen per week bij ons aan de slag. Als ik om 8 uur ochtends de stallen inloop, is Arne al in de weer met zijn bladblazer en borstel om alles proper te maken. Hij is een leerling van het buzo in MPI Oosterloo. Hij werkt heel geroutineerd en proper, wat belangrijk is, want er gelden strikte hygiëneregels in ons bedrijf. Het is wel grappig dat hij pas stopt met de bladblazer als de benzine op is, ook al is het al lang proper. Om twaalf uur eten alle medewerkers samen hun lunch op. Ook Gert is daarbij. Gert is een patiënt van het OPZ die al veertien jaar bij ons inwoont. Hij heeft vaste klusjes op de boerderij. Hij helpt vaak mee aan de inpakmachine. Voor mij was het geen grote stap om de overgang naar een zorgboerderij te maken. Ik groeide op met patiënten van het OPZ in mijn omgeving. Zij hebben vaak een goede klik met dieren, merk ik. Voor hen is het fijn om zich nuttig te maken in een familiale boerderij. Hier kunnen ze zichzelf zijn. Samen met Arne en Gert vul ik om twee uur in de namiddag de automaten aan. Hier kunnen mensen hun eitjes kopen rechtstreeks bij de boer. Ik hecht veel belang aan de korte keten. We voeren bijvoorbeeld zelf onze kippen met natuurlijke plantaardige grondstoffen of met granen die afkomstig zijn van landbouwers uit de streek. Op die manier steunen we zelf lokale boeren en beperken we onze ecologische voetafdruk. Rond kwart voor vier springt Arne dan op zijn fiets om naar huis te rijden. In onze boerderij is veel structuur en gelden duidelijke regels, en dat komt Arne later wellicht nog van pas. Als hij of Gert al eens een slechte dag heeft, dan proberen we daar samen met de vaste medewerkers een goede dag van te maken. Wij willen deze mannen laten voelen dat ze erbij horen, ook al zijn ze anders. Ik wil dat ze denken: het was een plezante dag, morgen kom ik terug. Vier foto's, dit zijn de bijschriften. Op foto 1: Gert, Joachim en Arne bij het label van Steunpunt Groene Zorg. Foto 2: Arne helpt twee dagen per week in de zorgboerderij. Foto 3. Gert helpt vaak mee met het inpakken van de eitjes. En op foto 4 houdt Arne het graag spik en spaan. Ontdek ook andere boerderijen tijdens de Week van de Korte Keten. Op de zaterdagmarkt van 13 mei voorziet de werkgroep Landbouw een activiteit voor kinderen en zet ze geelse standhouders in de kijker. Alle info over die activiteiten vind je op de website www. Week van de Korte Keten. Be streep, Agenda. En de pluimhoeve, die vind je in de Meeuwstraat 4A. Vroeger en nu. U ziet hier twee foto's, eentje van de Mart in Geel uit 1985 en onderaan eentje van de Mart in Geel uit 2023. In 1985 bestond het huidige marktplein uit parkeerplaatsen en straten. Aan de westelijke kant van de markt vond je onder andere Cinema Malpost, Hotel Sportwarande en het bakhuis. Nu zijn dit brasseries De Kruimel en het Forum en El Mundo. Subsidie straat- en wijkfeesten. De zomer is het ideale seizoen voor een gezellig straat- of wijkfeest. De stad ondersteunt deze initiatieven graag met een subsidie. Wat? Elke activiteit die het buurtleven en ontmoeting stimuleert, maakt kans op een subsidie van maximum 75 euro. Deze subsidie kun je inzetten voor bijvoorbeeld het huren van materiaal. Denk aan tafels, stoelen, een tent of zelfs een springkasteel, het drukken van uitnodigingen of een optreden om de sfeer erin te brengen. Staat jouw feest gepland in de periode van vrijdag 23 tot zondag 25 juni of van vrijdag 30 juni tot en met dinsdag 11 juli, dan kun je via Vlaanderen Feest een feestcheck aanvragen tot 170 euro. Hoe? Om een straat- of wijkfeest te organiseren heb je vooraf de toestemming van de stad nodig. Die toelating vraag je drie maanden vooraf aan via het evenementenloket. De stedelijke subsidie voor je straat- of wijkfeest vraag je ten laatste een maand en ten vroegste zes maanden voor de activiteit aan. Elke aanvraag gebeurt via het online formulier op de stedelijke website. De feestcheck van de Vlaamse overheid wordt uitgereikt zolang de voorraad strekt. Je stelt je dus best online kandidaat. Waarom? Een straat- of wijkfeest is een van de leukste manieren om je buren beter te leren kennen. Wanneer buren elkaar ontmoeten, wordt de buurt socialer en veiliger en kinderen kunnen in de straat nieuwe vriendjes leren kennen. De stad vindt dat een waardevol doel en wil die initiatieven graag financieel ondersteunen. Met deze subsidie maak je jouw buurtfeest extra gezellig. Alle informatie over het aanvragen van evenementen en de subsidies van Stad Geel en Vlaanderen Feest vind je via de stedelijke website. Dat is via www.geel.be-buurtfeesten. Veiligheid. Cybercriminaliteit laat je niet vangen Een mail van je bank die van een oplichter blijkt te komen Een bedenkelijk sms'je over een postpakketje Ook in geel is het een veelvoorkomend fenomeen De missie van de cyberpreventieadviseurs zorgen dat inwoners niet in de val trappen van cybercriminelen Sinds 2020 zijn ze aan de slag een enthousiast team van vrijwilligers die de Geelse burgers helpen om bewuster te worden van de gevaren van cybercriminaliteit. Ze worden in hun rol ondersteund door de coördinatoren van Team Preventie en Participatie van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Erik Thijs is al sinds de start betrokken bij het project. Vanuit mijn job op de IT-dienst van Thomas Moore ben ik dagelijks in de weer met online veiligheid, vertelt hij. Ik ondervind daardoor hoe kwetsbaar mensen vaak zijn en hoe snel gegevens in foute handen kunnen vallen. Daarom draag ik graag mijn steentje bij als vrijwillige cyberpreventieadviseur. 10% meer aangiftes. Zelf kent hij de voorbeelden ook vanuit zijn directe omgeving. We kennen allemaal wel iemand die een berichtje kreeg via WhatsApp, zogenaamd van een familielid dat om geld vraagt omdat hij in nood zit. Rond de kerstperiode zijn sms'jes over een postpakket dat nog op je ligt te wachten een klassieker. Vaak word je via dit soort berichten naar een formulier geleid waar je je gegevens moet invullen. Met deze gegevens kunnen oplichters je dan opbellen of zelfs jouw rekening plunderen. De cijfers over cybercriminaliteit in de regio liegen er dan ook niet om. Ook in geel trappen inwoners regelmatig in de val. Erik ligt toe. In 2022 registreerden we in onze politiezone 10% meer aangiftes van cybercriminaliteit dan in 2021. Het bedrag dat mensen verliezen varieert van enkele euro's tot tienduizenden euro's. Het totaalbedrag in 2022 lag rond de 1.800.000 euro. Dan gaat het toch over veel geld dat mensen afhandig is gemaakt. Klopt dit wel? Om inwoners te beschermen tegen oplichting via internet en sociale media, organiseert de Politiezone regelmatig infosessies. Tijdens zo'n interactieve sessie geven we tips en voorbeelden, legt Erik uit. Meestal geven we deze sessies aan verenigingen of groepen, maar dat kunnen ook vrienden, familie of een groep buren zijn. Je kunt bij de adviseurs ook terecht als slachtoffer. We bieden hen naast een luisterend oor, ook tips en handvaten om te vermijden dat het nog eens gebeurt. Het kan echt iedereen overkomen, dus het is zeker niets om je voor te schamen. Ik zal nooit zeggen dat het mij niet kan overkomen. Erik deelt ook graag enkele tips. Oplichters proberen in te spelen op emoties, zegt hij. Ze maken je bang of blij, maar je moet wel snel reageren. Wanneer een onbekend iemand via telefoon of mail aandringt om iets te doen, moet je altijd even een stapje terugnemen en denken: klopt dit wel? Ga nooit blindelings mee in wat er gevraagd wordt. Geef nooit je pincode via mail, telefoon of sociale media. Bel bij twijfel je vaste contactpersonen, bijvoorbeeld bij de bank, of bel zelf even naar de klantendienst. Laat je niet overdonderen. Doe steeds aangifte. Wanneer je het slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit, is het belangrijk om snel te handelen, vertelt Erik. Neem best zo snel mogelijk contact op met Cardstop en met je bank. Als je er op tijd bij bent, dan is de kans groot dat ze nog iets kunnen tegenhouden. De volgende stap is naar de politie gaan. Elke aangifte helpt de politie om informatie te verzamelen, zodat ze zaken aan elkaar kunnen linken. Alleen zo bestaat de kans, hoe klein soms ook, dat de daders gepakt kunnen worden. Cybercriminaliteit zal niet meer weggaan, dus we moeten alert zijn en blijven. Het internet biedt zoveel mogelijkheden. Maar wanneer je weet waarop je moet letten, ben je beter gewapend. Vraag je gratis sessie aan via deze website www.pzglm.be. Uit in geel Getipt door Sarah. Uitbaatster Gios Bar. Voor de tweede editie op rij zorgt Gios Bar voor verse heerlijke cocktails op het Foodtruck Festival. Laat het smaken. Onze eerste keer op het Foodtruckfestival was een schot in de roos. We vinden het super om de gelenaars van heerlijke drankjes te voorzien op zo'n tof evenement. Met onze cocktails proberen we alle smaken aan bod te laten komen: bitter, zuur, zoet. En tropisch. Voor de kleinste en voor wie met de auto komt zijn er ook mocktails, voor ieder wat wil dus. Het stadspark is voor de gelegenheid altijd heel mooi ingericht. Dat zorgt voor een supergezellige sfeer op het festival. De animatie voor kinderen en een DJ die zwoede beats brengt maken het helemaal af. Tot op Frinket. Het Frinket Food Truck Festival gaat door op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 mei in het stadspark. Agenda. Woensdag 3 mei tot en met zaterdag 10 juni tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Reizen de Kinderexpo Jaco en de Lichtzoeker. Jacob Smits is een wereldberoemde schilder die heel lang in Mol heeft gewoond. Hij had een spannend leven en maakte mooie schilderijen. In deze tentoonstelling kom je van alles te weten over het leven en werk van Smits. Neem deel aan de wedstrijd en maak kans om zijn boek te winnen. De website is https://geel.bibliotheek.be Vrijdag 5 mei. Holven Jogging. De landelijke gilde Holven organiseert opnieuw loopplezier voor jong en oud. Om 18.30 uur starten de jongste lopertjes uit het eerste kleuterklasje. Vervolgens komen de oudere leeftijdscategorieën aan de beurt. Om 19.30 uur klinkt het startsein voor de volwassenen. Je kiest uit drie afstanden. 4,7, 8,6 en 12,5 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Meer info op www.geel.be schuine-geel -geel loopt. De Holven Jogging om 18.30 uur. Startpunt aan Zaal Holvenia. Vrijdag 5 mei van 20.15 tot 22.15 uur in Schouwburg CC De Werft. Van brandweer tot Zwentibold. Bob Savenberg. Bob Savenberg is verantwoordelijk voor meer dan 40 songs uit het indrukwekkende repertoire van Clouseau. Als medeoprichter en drummer stond hij aan de wieg van hun vele grote successen. Geniet tijdens de voorstelling van Bobs rijke muziekcatalogus. De songs worden live gebracht in een bijzonder fris kleedje. Het verhaal achter de songs krijg je er gratis bij. Meer info op www.dewerft.be Zaterdag 6 mei, 25 jaar Giro Elsem. Giro Kringel Elsem bestaat dit jaar 25 jaar. Dat vieren ze met een gezellige bar en activiteiten voor jong en oud. Zo kun je in de namiddag deelnemen aan de grote laddercompetitie. Per leeftijdscategorie zijn er spelletjes en opdrachten. De winnaar ontvangt een bon van 100 euro van een winkel naar keuze. S avonds is er een leuke quiz. Schrijf je hiervoor tijdig in. Meer info op wwwgiro elsumbe schuine schuine-evenementen-feestweekend. 25 jaar, Giro Elsum, van 14 tot 23 uur, Feestzaal Elsum. Zondag 7 mei. Op stap met de gids van eindeloze heide naar de Malse weide. Ga mee op stap langs het Kempiskanaal en de zandpaadjes van het voormalige Koninklijk Domein. Met de gids ga je tot 200 jaar terug in het verleden. Zeggen de termen Prison d'eau, spijssloot of Waterbaas jou iets. Onderweg kom je personages tegen die het jezelf zullen vertellen. Op stap met de gids van 14 tot 16 uur startpunt SAS 7. Meer info op www.visit-geel.be Zondag 7 mei Walk for Charity. Voor de achtste editie van haar jaarlijkse wandeling laat Koenina je kiezen tussen zes afstanden: 8, 11, 15, 22, 27 en 50 kilometer. Wandel over prachtige paadjes in de omgeving rond de Grote Neten, Gerhagen, de abdij van Averbode en Hertberg. In het Wandelcafé kun je terecht voor een lekker hapje of drankje. Van 6 tot 21 uur, startpunt Domein de Vesten. Meer info op de website van Walk for Charity, HTTPS. Dubbele punt, tweemaal schuine streep, w het cijfer 4. Ch A Y.BE Vrijdag 5, zondag 7 en maandag 8 mei. Holvenkermis. Het is kermis in Holven. Op de parking aan het Kerkplein kun je eentjes vissen. je uitleven in het Lunapark en de schietkraan of genieten van een heerlijk frietje. Voor de Kleinste is er een draaimolen. Van 13 tot 22 uur. Parking Kerkplein Holven. Meer info op www.geel.be schuine-kermissen. Dinsdag 9 mei. Lezing: Koken en gezondheid met Coderlier. Auteur, gids en kenner van het culinaire erfgoed, Eddie Niesten, komt met veel passie spreken over de kookkunsten van Coderlier. Deze eerste Vlaamse kookboekenschrijver van de moderne tijd wist al in de 19e eeuw, als geen ander, lekker eten te verzoenen met een gezond leven. Hierbij gaf hij nog tal van andere raadgevingen om fit van lijf en leden te blijven. De lezing vindt plaats in het Gasthuismuseum van 20 uur tot 21.30 uur. 30. Meer info op www.gasthuismuseumgeel.be. Vrijdag 12 mei, retour Bruxelles-Paris-les-Triadours. Ga mee op een muzikale reis doorheen het repertoire van twee chansonniers en iconen die het Franse chanson kleur gaven: Edith Piaf en Jacques Brel. Beleef een onvergetelijke rit van de bruisende stad Bruxelles naar de stad van de liefde, Paris. Vrijdag 12 mei in Schouwburg CC de Werft, van 14 uur tot 15 uur 30. De website voor meer info is www.dewerft.be. En dan Frinket Foodtruck Festival, vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 mei. Op Frinket proef je van de lekkerste gerechten... Maak je keuze uit overheerlijke specialiteiten van dertien verschillende foodtrucks. Op het foodtruckfestival kun je niet enkel eten, maar er valt ook heel wat te beleven. Geniet van verrassende optredens en randanimatie. Voor kinderen is er een speelkooi, speeltuin en schminkmobiel. Een unieke culinaire beleving voor jong en oud. Vrijdag 12 mei van 16 tot 24 uur. Zaterdag 13 mei van 13 tot 24 uur. En op zondag 14 mei van 13 tot 22 uur. Alles in het stadspark. De website voor meer info is www.frinketgeel.be. Dat is f-r-i-n-k-e-t-g-e-e-l.be. Zondag 14 en maandag 15 mei. Op stap met de gids, Sint-Dimpna-Kerk. Op 15 mei komen Gelenaars en andere bedevaarders traditiegetrouw samen om hun patroonheilige te eren. Om tien uur staat er een misviering gepland. Daarna nemen de gidsen het over met een gratis rondleiding in deze opmerkelijke kerk. De gids vertelt onder andere over de vijf kunstwerken opgenomen in de Vlaamse topstukkenlijst: het praalgraf van de Merodes en de rituelen in verband met de Dimpna-verering. Op 14 mei geeft de gids een Nederlandstalige rondleiding, op 15 mei een Engelstalige. Zondag 14 mei van 14 tot 16 uur, maandag 15 mei van 11 tot 13 uur in de Sint-Dimpna-kerk. Meer info op www.visit-geel.be. En dan dwars door het groen, van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei. Ontdek al wandelend of lopend het mooie groen van de Kempen. Je kunt van zonsopgang tot zonsondergang deelnemen en je kiest uit afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Kinderen kunnen een leuke prijs winnen met een zoektocht onderweg. Schrijf je op voorhand in. Het startpunt is Kfc Beekhoeksport. De website voor meer info: www.geel.be schuine-geel -geel loopt. Maandag 22 mei, lezing. Het is hier geen hotel. In heel wat gezinnen zijn de huishoudelijke taken ongelijk verdeeld en dat zorgt soms voor frustratie en ruzie. In deze gratis lezing gaan Eva Brumagne en Riet Ori hier dieper op in. Samen leggen ze de overtuigingen bloot die het verdelen van taken zo moeilijk maken. Ze geven concrete handvaten om tot gedeeld eigenaarschap te komen. De lezing vindt plaats in de bibliotheek op maandag 22 mei van 20 uur tot 21.30 uur. 30. Meer info op https. Dubbele punt, schuine streep, geel.bibliotheek.be Dinsdag 23 mei. Hé hey mama, hé hey papa, zijn jullie klaar? Word jij binnenkort mama of papa? Kom luisteren naar alle dingen die erbij komen kijken en neem enkele leuke en praktische ideeën mee naar huis. Schrijf je op voorhand in. Dat kan via deze website www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be. De lezing 'Hey mama, hey papa' zijn jullie klaar door huis van het kind Geel Laakdal Meerhout op dinsdag 23 mei van 9.30 tot 11 uur. Dinsdag 23 mei tot en met vrijdag 2 juni buurten op zijn Geels. De Geelse woonzorgcentra, lokale dienstencentra. Assistentiewoningen en lokale buurtwerkingen slaan de handen in elkaar om Burendag te vieren. Ben je benieuwd naar hun werking of wil je gewoon eens binnenspringen? Op de stedelijke website ontdek je wat ze allemaal organiseren. En die website is www.geel.be-burendag. Vrijdag 26 mei. Wegwijs in de mantelzorg. Welke financiële ondersteuning bestaat er? Tijdens deze gratis infosessie krijg je tips over financiële ondersteuning voor mantelzorgers. Je kunt ervaringen uitwisselen over hoe je als mantelzorger je grenzen bewaakt en je leert bij welke diensten je terecht kunt. In het Sociaal Huis, van 13.30 tot 15.30 uur. 30. De website voor meer info is www.geel.be schuine-sociaal-huis. Zondag 28 mei: bikken en biken. Neem deel aan een gezellige gezinsfietstocht van 38 kilometer met culinaire tussenstops, georganiseerd door de Landelijke Gilde Gewest Geel. Onderweg smul je van heerlijke gerechten, allemaal met bijbehorende drankjes. Schrijf je in voor 23 mei. Bikken en biken op zondag 28 mei tussen 10 en 13 uur. Het startpunt is de Thomas More Campus in geel. Meer info op Facebook www.facebook.com schuine-biken. Ten slotte Circus Barones, woensdag 31 mei om 15 uur, vrijdag 2 juni om 18 uur, zaterdag 3 juni om 15 en 18 uur en zondag 4 juni om 11 en 15 uur, parking KSAV Sint Dimpna. Welkom in de betoverende wereld van het Circus. Circus Barones reist al 20 jaar door Vlaanderen. Waar het naam en faam verwierf met zijn prachtige voorstellingen die oud en jong weten te boeien. De combinatie van een nostalgische aankleding, frisse choreografie en moderne belichting bezorgde toeschouwers stevast een magisch spektakel. Meer info over Circus Baroness op deze website www.circusbaroness.com Ontdek meer activiteiten op www.geel.be/activiteiten. Vraag het aan. Waarom maait stad Geel de bermen niet? In onze stad maaien we op een natuur- en insectvriendelijke manier. Door de bermen slechts twee keer per jaar te maaien, verandert de samenstelling. In plaats van één of twee grassoorten krijgen we spontaan een natuurlijk bloemen- en kruidenrijk grasland. In 2022 telden we 134 verschillende plantensoorten in de geelse bermen. Dat geeft niet alleen een kleurrijker straatbeeld, het nodigt bijen, hommels, vlinders vogels en amfibieën uit om in onze stad te vertoeven. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen. Lange gras houdt vocht beter vast, wat verdroging tegengaat, en het helpt onze stad af te koelen op warme zomerdagen. Veelgebruikte wandelwegen of parken en locaties waar hoge planten en grassen het zicht op de weg belemmeren, nemen we wel vaker onder handen. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners veilig kunnen blijven gebruikmaken van de groene wegen. Dat blijft een prioriteit voor het stadsbestuur. Ook jij kunt ons helpen om de stad groener, koeler en insectvriendelijker te maken. De actie Maai Mijn Niet is het perfecte begin om van jouw tuin een stukje natuur te maken. Wil je actiever te werk gaan, doe dan mee aan het Vlaams kampioenschap Tegelwippen. Onthard een deel van je tuin of maak een tegeltuintje naast je voordeur en zorg zo voor meer groen en geel. Lees meer over tegeltuintjes, ontharde, het bijenplan en ons maaibeleid op onze website: dat is www.geel.be schuine streep milieu streepje natuur streepje en streepje bos. Contactgegevens, burgemeester en schepenen. Spreekuren na afspraak. Vera Celis, n NVA, burgemeester, Algemeen Beleid, Communicatie, Organisatieontwikkeling, dierenwelzijn en veiligheid 014 56 60 60. Griets Maars, CDMV. Sociaal beleid, zorg en gezondheid, kinderopvang. Werk, Diversiteit en Woonbeleid. Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, BCSD. 0497 61 92. Bart Juliams van NVA. Klimaat en Duurzaamheid, Milieu en Natuur, Ruimtelijk Beleid, Trage Wegen, Vergunningenbeleid en Stadsontwikkeling. 014 56 60 60. Nadine Laremans, CDMV. Ambtenaar burgerlijke stand, burgerzaken, senioren, sport, toerisme, stadsanimatie en evenementen. 04 74 73 62 80. Tom Korstjens, NVA. Economie, financiën en personeel. 0471 89 64 17. Marlon Parijn, CDV. Participatie, Jeugd, Mobiliteit, Fietsbeleid en Onderwijs. 0498 60 99 70. Pieter Koei, NVA. Cultuur, Internationale Samenwerking en ICT. 014 56 60 34. En Luc van Laar, CDV, Openbare Werken, Patrimonium, Landbouw en Platteland. 0497 45 67 24. Stadhuis. Werft 20. Telefoon 014 56 60. 00. E-mail: info@geel.be Sociaalhuis JB Stessemstraat 69 Telefoon 014 56 70 00 E-mail sociaalhuis@geel.be Alle dienstverlening in het stadhuis en het sociaalhuis na afspraak via wwwgeelbe schuine afspraken Ofwel maak je je afspraak telefonisch op 014 56 77 77. Dat kan op weekdagen van 9 tot half 1 en van half 2 tot half 5. Er is een avondopening op dinsdag van 5 tot half 8. Colophon. Stadsmagazine Geel verschijnt 10 keer per jaar. Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Vera Celis werft 20. Redactie dienstcommunicatie, Vormgeving reëel. Fotografie meet IT. Dienst Druk drukkerij maas. Blijf op de hoogte. Facebook.com schuine stadgeel. LinkedIn.com Schuine streep stad koppelteken geel. Of www.geel.be nieuwsbrieven. Hashtag Mijn Geel. Enkele foto's uit geel. Een foto van Rudy Meijlemans van de Larumse Harmonie. Het rockconcert. Een foto van Ed Jeff Vervrangen. De Brug van Stelen. Een foto van Ed Christophe Donné. Sas 9. Enkele Vespa-rijders. Een foto van @sv_books sv underscore books, mosselgoren en twee herten. Een foto van at brt.vngl, een zicht op de aard. Christine Nijen stuurt een foto van twee zwanen op het Kempiskanaal. Marijn Hendricks stuurt een foto van de Dekshoevenvijver. En tenslotte at Lilian Renkens, een zicht op de Baileybrug. Affiche. Vlaams kampioenschap tegelwippen. Stadgeel wipt mee. Jij ook. Tegelwippen in vier stappen. 1. Bepaal waar je tegels gaat vervangen. 2. Verwijder de tegels. Graaf het zand af en plaats je tuinaarde. 3. Plant of zaai in de tuinaarde. En 4. Geef het aantal gewipte tegels in via de tegelteller. Meer info op de website wk-tegelwippen.be en je kunt ons ook volgen op Instagram en Facebook.